Ik heb een half jaar geen seks gehad en ook een half jaar geen orgasmes. Want ik had een orgasmes sabbatical, geen seks sabbatical. Jeetje, arme vrouw. Porno is die snoepwinkel, jouw partner is de dropjeswinkel. Daar heb je alleen drop. Dat ontstaat dan vaak gewoon uit lust. Ja. En weet ik veel, Tinder. Ja, juist, ja. En vervolgens heb ik er een relatie mee. Hartelijk welkom. Je luistert naar de podcast Faya onderzoekt de liefde. Dit is aflevering 2 en in de vorige aflevering sprak ik met relatiewetenschapper Tila Pronk. Daar leerde ik over impulsbeheersing. Heb je die aflevering nog niet gehoord? Check hem dan eventjes. Vandaag ga ik in gesprek over seks. Want het is mij opgevallen dat ik eigenlijk 9 van de 10 keer een relatie start vanuit seks. Ik kies mijn partners niet wel overwogen uit, maar het is vooral lust. Alleen na een maand of 8 verdwijnt de lust, verdwijnt de opwinding. Zie ik ze eigenlijk niet echt meer staan. Zijn ze van een haan veranderd in een kip? En ja, dan is het eigenlijk gedoemd om te mislukken. En daarover ga ik vandaag in gesprek met niemand minder dan seksuoloog Eveline Stallaert. Zij is niet alleen seksuoloog, maar ook psycholoog. En zij is, de sexy seksuoloog van TV. Je kent haar misschien wel van Married at First Sight en RTL Boulevard. Daarnaast heeft ze haar eigen seksuologiepraktijk in Amsterdam. Hartelijk welkom, Eveline. Herken je mijn verhaal van de praktijk of ben ik apart? Nee, zeker. Je bent helemaal niet apart. Ik herken dit soort verhalen wel, ja. Ja? Ik hoor het heel veel. En ja, het is op zich natuurlijk helemaal niet gek dat op het moment dat jij merkt van, ja, ik heb wel, je hebt wel aandacht, überhaupt denk ik wel veel, dat voedt. En daar raak je op een gegeven moment ook aan gewend. En ik denk, als jij dan in een relatie stapt en je hebt seks met de persoon en het is fijn en het is leuk, en in het begin is dat allemaal nieuw en spannend. En op een gegeven moment, dan is dat, hoe zeg je dat? Dopamine is eigenlijk het hormoon wat dan ontzettend omhoog schiet, hè, in die beginperiode. Dus echt een gelukshormoon. Mm-hmm. En dat doet ook seks ontzettend oplaaien, die dopamine. En op het moment dat jij eigenlijk iemand kent, dus je weet iedere centimeter van dat lijf wel. En nou ja, vervalt je zelf dopamine. Al zegt, je hebt op een gegeven moment iemand tot kippetje gemaakt en is niet meer die haan. Dan inderdaad, dan gaat die dopamine niet meer zo hoog komen. En dan word je eigenlijk een soort van, ja, raak je verveeld. En dan word jij niet meer zo geboost in die dopamine. Dus dan denk je, je wordt niet meer zo beloond. Maar in je is brein. Dat dan omdat je die persoon heel goed kent? Maar als ik terugkijk, is het vooral dat ik meteen denk dat ik verliefd ben of dat ik verbonden ben met iemand omdat ik er seks mee heb gehad. Kijk, wij vrouwen doen altijd volgens mij alsof wij ook die twee dingen kunnen scheiden. Mm-hmm. Maar ik ben er eigenlijk achter dat dat helemaal niet zo is. Nee, dus dat ik ga met iemand naar bed en dan wat ik zeg, dat ontstaat dan vaak gewoon uit lust. Ja. En weet ik veel, Tinder. Ja, juist, ja. En vervolgens heb ik er een relatie mee. Ja. Maar het is eigenlijk geen relatiemateriaal. Nee. Er is niet wel overwogen over nagedacht. Ja. Ik heb niet gekeken naar zijn kernwaarden. Kijken, passen die wel bij mij? Ik ga vol voor de lust. Maar ik denk iedere keer weer, trap ik er gewoon opnieuw in, dat ik denk dat het hem is. Ja, ik snap maar het. Hoe kan dat, dat je daar iedere keer weer intrapt? Ja, dat je die emotionele band niet eerst hebt uitgediept. Dus eigenlijk wil je juist die emotionele band eerst helemaal lekker hebben staan. Dus dat je echt voelt van, ik voel me verbonden, want we delen zoveel, of we vullen elkaar perfect aan, of wat zijn we leuk samen. En daarna ga je met elkaar naar bed. Nou ja, dat heb ik dus ook geprobeerd. Oké, ja. Het was zo slecht. Oh, ja, dat is en toen dacht ik weer aan een interview wat ik had gezien op tv van Anouk. Die zei, nee, ik ga altijd meteen de eerste nacht naar bed, want die wil toch weten wat iemand in huis heeft. Dat is waar. Nou, ik kijk wel altijd naar handen, hè, want je kan aan de vingers wel ongeveer het formaat zien. Is dat een fabeltje? Nee, hè? Nou ja, volgens mij, daar zijn heel veel verschillende theorieën over. Maar in ieder geval aan de handen zou je meer kunnen zien in ieder geval aan de voeten. Dat voetenverhaal is niet waar. Nee, maar ik kan wel ook een beetje aan de voeten uitmaken, denk ik wel, hoe die eruit ziet. Maar de handen ben ik echt gewoon specialist in geworden. Oh, eerlijk. Maar ik heb er ook een tik op nagehouden. Ja, dat ik altijd naar handen kijk. Sorry. Ja, ik heb gewoon, als een man binnenkomt, kijk ik standaard eerst naar zijn handen. Maar dat is echt, ja, dat doe ik. Maar anyway, dus dat had ik dan wel allemaal gedaan. En dat zat allemaal wel goed, weet je wel. En ik dacht, nou weet je, ik ga het nu een keer anders doen. We gaan gewoon niet met elkaar naar bed. En we gaan heel leuk. We hebben zelfs toen in een vakantiehuisje geslapen zonder seks. Ja. Nou, en toen uiteindelijk kwam het ervan. Ja. Het was zo awkward. Ja. Het was het meest awkwarde wat ik in mijn hele leven had meegemaakt. Nou, ik hup mijn psycholoog weer bellen. Want dat is toevallig ook een goede vriendin van mij van... Ja, dat werkte gewoon niet. Ja, nee, maar zeg, dat is goed. Want normaal gesproken is het bij jou altijd gebaseerd op seks. En dit is even anders. Dus daar moet je gewoon in investeren. Ja. Weet je wel? Dus ik heb daar ook wel best wel mijn best voor gedaan. Dat is een goeie. Maar dat ging niet echt. Nee, het ging eigenlijk niet. Het was gewoon, de match was er niet. En dan denk ik weer, nou, dan is dit ook niet precies
Ja. Misschien de juiste invalshoek. Ja, zelf als seksoloog weet ik dat je komt allebei vanuit een ander patroon, ook in het seksleven. En het kan zijn dat hij dus in een andere relatie een bepaald sekspatroon heeft. Ja, dat was duidelijk. Ja, juist. Ja. Waarvan hij dacht dat de ander dat leuk en lekker vond. Ja. Kwam dan bij jou en dacht ik, doe gewoon hetzelfde kuntje. Want het is gewoon aangeleerd gedrag en dat zit in je systeem. Dus je doet weer, automatische piloot, gaat hij dan hetzelfde doen. En jij komt vanuit een ander patroon en je denkt dat dat goed is. Dat is misschien ook misschien was dat ook wel een automatische piloot. Je weet het niet. Oh, en ja, dat voegt dan zich samen. En dat kan natuurlijk totaal niet matchen. Alleen dat wil niet zeggen dat het daarmee fout is. Alleen zal je samen moeten gaan kijken van, hey, wat vind jij nou eigenlijk lekker? Wat vind ik lekker? Laten we al die kuntjes en ideeën nou eens even liggen. Ik heb het wel eens genoemd, hè, dat kuntje. Dat viel natuurlijk ook wel verkeerd. Het is een kuntje wat je doet. Ja. Maar het is best wel moeilijk om zo'n gesprek aan te gaan. En helemaal als je elkaar net leert kennen. Dus de eerste keer dacht ik echt, what the fuck ben jij aan het doen. Ja, oh. Ja, wel heel sneu. Hè? Maar ja, ik ben echt zo'n open boek, dus ik ga natuurlijk meteen al mijn vriendinnen bellen. Nou, moet je maar horen wat mij gebeurt, weet je wel. Dus toen was ik met ook een vriend gaan bellen eigenlijk. Ja. Daar was ik mee een rondje gaan lopen in Twisken. En toen vertelde ik, ja, het is misschien een heel technisch verhaal, maar hij bleef zo aan het begin, snap je? Ja. Ja. Dus ik zeg tegen die vriend van mij, ja, want dat is een man, van waarom blijft hij zo aan het begin? Dus die zegt tegen mij, ja, misschien heb je wel daarna een heel groot gat van. Dus ik werd er fucking onzeker van. Toen denk ik, oh ja, misschien heb ik dat wel. Ik je vingers erin voelen of ik vanaf na het begin, of het dan zeg maar open zo spat in een heel groot, nog kam, nog wal, vrouw, en voelen zo. Toen dacht ik, nee, het voelt niet zo. Nee. Toen ben ik nog gaan googlen, kutkruiden.nl. Ach. Ja, dacht ik, ja, misschien is het wel. Is het wel gewoon uitgerekt door die kinderen, weet ik wel. En het was ook niet dat hij klein was of zo, hè. Nee. Dus ik op die kutkruiden zitten, maar niks. Ja, met zo'n stoofpotje op het toilet. Is dat ook een fabeltje? Nou, ik vind van wel. Maar het zal best wel iets doen voor die huid. En het zal best wel iets. Maar ik denk dat het uiteindelijke doel van waar je het voor wil. Ja. Want dat vaak nergens. Dat heeft totaal niet mee te maken. Maar psychisch hielp het wel. Want ik voelde gewoon. Ik visualiseerde dat zo allemaal bijeen trok, zeg maar. En dat is het vaak. En als dat maar werkt, dan is het al top. Ja, het heeft niet gewerkt. Het heeft ook niet gebaat. En het was echt een gebed zonder end. En die awkwardness, ik heb het verder nooit meegemaakt in mijn leven. Die awkwardness was echt heel groot. En ik snap ook wel dat het moeilijk is als je dat hebt. Ja. Want we hadden wel echt een connectie. En we waren ook heel gek op elkaar. Ja. Dat je beledigt eigenlijk iemand als je dan zegt dat het niet lekker is. Nee, maar je kan wel vragen van, hey, je blijft zo in het begin, wat is dat? Ik heb het getekend op een gegeven moment. Op een gegeven moment was ik natuurlijk zat. Ik dacht, nu moet je me een keer induwen gewoon. En wat zegt hij dan? Toen heb ik het gewoon zo getekend, zo op een papiertje. Waarom blijf jij hier alleen, weet je wel? Wat is het? Wat zegt hij dan? Ja, toen wist hij het niet. Ik denk echt dat hij een soort van riedeltje had gemaakt. En ja, misschien was hij ongevoelloos of zo. Of misschien heeft het daar strakker. Ik weet het niet. Nou, klopt dat het daar strakker is? In het begin is het strakker. Oh ja, dat is het dan. Dus dat kan zijn dat hij dat lekker vindt. Maar het kan ook zijn dat bijvoorbeeld een vorige partner het doorstoten onprettig vond, omdat het dan tegen de baarmoedermond kwam. Dus het kan zijn dat een voorganger heeft gezegd, nou, doe maar niet zo diep. En dat hij daardoor heeft bedacht, oké, ik moet dat dus niet te diep doen bij vrouwen. En zo blijven we dingetjes achter. En dat heeft hij dan zich aangeleerd. En dat is dan haast zonde. Maar ja, door het erover te hebben zou je denken, dan kan hij dat aanpassen. Maar heeft hij dat dan niet gedaan? Nou, dat niet. Nou, weet je wat het was? Je krijgt dan een beetje dat je tijdens seks gaat nadenken over wat je allemaal aan het doen bent. Ja. En dan ben je weg. Want dan gaat alle opwinding geblokkeerd worden. Ja, en dan op een gegeven moment deed hij dat niet meer. Maar toen dacht ik, jij doet dit nu voor mij. Oh ja. Dus toen werd het weer zo'n soort verhaal. Oh, zonde. Ja, en het was gewoon voor het eerst in mijn leven dat ik meemaakte dat een man gewoon niet zo snel klaar kwam. Of niet zo snel, niet. Ja. Eigenlijk een soort van niet. Ja. Gewoon. Ja. Maar gewoon niet. Nou, daar word je onzeker van, hoor. Maar hij zat gewoon in zijn kop. Punt. Dat is het. Want is dat zo? Want hebben we seks met ons hoofd meer? Ja, ontzettend. Want eigenlijk op het moment dat jij dan, en dat is niet om jou de schuld te geven, helemaal niet, maar op het moment dat jij aangeeft van, hé, maar dit zou ik wel anders willen, dan wil iemand dat dus heel goed gaan doen, wat natuurlijk hartstikke lief is. Alleen gaat diegene dan inderdaad die seks aanvliegen als een taakje, van dit moet ik goed doen, een prestatie. En dan gaan ze in een kop zitten, gaan ze nadenken, en dan blokkeer je alle opwinding. Maar dus, wat kan je er dan nog aan doen? Ja, het belangrijkste is dat die dan puur alleen maar even nadenkt, oké, dat ga ik gewoon
anders doen, hè? Dus ik stoot gewoon door. Maar dan voor de rest niet bezig willen zijn met het goed te doen, maar gewoon verwachten dat hij dan wel weer hoort als er iets anders niet goed is. Dus hij moet wel echt in het moment zijn en proberen echt te voelen. En dat is omdat wij tegenwoordig, hè, dat is echt ook van deze tijd, alles moet perfect in ons hoofd. Want dan kunnen we iemand plezieren en dan houden we iemand bij ons, want anders raken we mensen kwijt. En juist omdat we het zo goed willen doen, ja, gaan we eigenlijk alles kapot redeneren, kapot analyseren. En ja, verdwijnt dus eigenlijk die opwinding als sneeuw voor de zon. Ja. Dus, en dan gaat alles awkward zijn en ongemakkelijk. En ja, want dan ga je allebei in je kop zitten, want dan merk je dat. Ja, ik merkte het ook. En het was wel ook wel weer mooi, want ik had het eerder nog nooit meegemaakt. Dat moet je ook, denk ik, een keer meemaken. Ja. Maar het is niet overgegaan. Nee. Het is misschien een keer wel fijn geweest, maar over het algemeen was het een gedoe. Ja. En als je dan hebt over, er zijn best wel wat vragen binnengekomen via Instagram, dat eigenlijk is het één vraag wat iedereen stelt op een iets andere manier. Ja. En dat is hoe je je seksleven spannend houdt en als je langere tijd met elkaar bent en waarom het eigenlijk verdwijnt. Ja. Nou, en de vrouwen stellen die dan iets anders als de mannen. De mannen hadden dan zoiets van waarom komt ze binnen als een pornoster en kan ze er op plaats alleen nog maar meer plassen? En de vrouwen hadden dan zoiets van, verhoog ik eigenlijk mijn libido weer? Ja. Maar als je dan even teruggaat naar zo'n situatie dat het niet werkt, is het dan de oplossing dat je daar dan gehele gesprekken over gaat voeren, of wordt het dan nog erger? Ja, nee, je moet geen grote gesprekken gaan voeren, want dan inderdaad ga je in je kop zitten en dan ga je allebei over nadenken. Nee, wat je eigenlijk wil doen is, nou ja, sowieso allereerst wil ik heel even uitleggen dat het kijk, in het begin van die relatie is de kracht dat je, 1, alles is nieuw. Dat is super lekker voor je brein. Dus dan gaat je brein goed op. Al die hormonen vliegen alle kanten op. Maar je krijgt ook onzekerheden ervan. Tuurlijk. Moet ik mijn buik inhouden? Moet het licht uit? Ja, dat soort dingen. Ja, van de ene kant wel. Alleen dat is dus het mooie. Op een gegeven moment nemen die hormonen dat wel over. Omdat die nieuwigheid is zo spannend voor ons. Dat eigenlijk wordt dat dan wel weggeduwd daardoor. Dus die ontzettende hormonen die doen zijn werk supergoed. Maar het tweede stuk is dat we op een gegeven moment, weet je, als je net in een relatie zit, dan, of nog net niet, dan wil je heel veel moeite voor elkaar doen. En je wil je beste zelf zijn en je wil alles voor je ander doen. Maar ga je dan niet over jezelf heen de ander pleasen en niet echt aan jezelf denken? Nou ja, dat kan dus ook. Dat is weer een ander verhaal, maar dat is inderdaad ook uitkijken. Maar in het begin hoor je ook eigenlijk iedereen zeggen, die seks is goed. Eigenlijk doet de natuur daarin heel veel goed en we willen gewoon moeite doen voor de ander. Nou, op den duur raken we dat steeds meer kwijt, want we vinden elkaar normaal. Dus die nieuwigheid gaat eraf. Nou, dat kunnen we niet, imiteren. Dat is dan een weg. Maar het tweede ding wat we wel kunnen doen is dat moeite doen voor elkaar. En daar laten mensen heel veel liggen. En het klinkt altijd heel saai en suf, moeite doen voor elkaar. Maar het heeft niet alleen te maken met een lingerie setje aantrekken of even iets spannends bedenken. Nee, maar met wat dan? Het heeft vooral te maken met moeite doen om elkaar te horen van waar heb jij behoefte aan? En wat vind jij nu eigenlijk lekker? En hoe kan ik jou plezieren? En oké, ik vind dit lekker en dit wil ik hebben. Maar hoe ver moet je daarin gaan? Ja. Want ik heb ook wel eens gehad dat iemand tepelklemmen en dat soort dingen wilde. Mm. En ik ben daar best wel in meegegaan. Maar op een gegeven moment dacht ik, dit wordt wel een heel technisch verhaal allemaal. Ja. Nee, je moet eigenlijk alleen maar in meegaan tot wanneer jij denkt, nou, dit vind ik niet meer niks meer. Nee, maar als je dat dan niet doet, is de kans dan niet groot dat hij dat dan weer ergens anders gaat zoeken? Nee, dat denk ik niet. Ik denk dat het zoeken naar een middenweg is samen. En als je dan af en toe wat dingen introduceert, dat je denkt van, hey, is dit misschien leuk? En dan kan je aangeven van, nou ja, goed, ik vond dit en dat wel geinig, maar hier is mijn grens. Nou, en dan als je genoeg van elkaar houdt en er dus genoeg emotionele basis is, dan accepteer je dat van elkaar en dan respecteer je dat ook. En dan is het van, oké, nou doen we dat wel. Maar dan die tepelklemmen laten we dan maar even liggen. Maar dat kaarsvet doen bijvoorbeeld wel. Weet ik veel. Maar het is wel belangrijk. Maar je hebt wel gelijk. Het gaat volgens mij meer om die emotionele band. Ja, en daar zit dat moeite doen dus in. Als je goed naar elkaar luistert, elkaar probeert aan te voelen. En daar zit heel veel van wat nu mensen verkeerd doen. Als jij alles met je hoofd aanvliegt, dan staat eigenlijk je gevoel uit. Want dan ben je echt in dat brein bezig en dan denkt jouw brein eigenlijk letterlijk, oké, Faya is een taak aan het doen. Dus die moet alle energie in haar kop hebben en daarmee moet ze die taak gaan verrichten. Terwijl als jij denkt, ik ga hier ontzettend van genieten en ik zie het wel waar het eindigt, dus het hoeft niet perfect, het mag ook een beetje vies, het mag een beetje gek,
dan kan jij dat loslaten, ga je dus niet in je hoofd en staat jouw gevoel aan. Want dan denkt jouw brein, hey, daar is misschien een potentiële voortplanting, hè, bij wijze van spreken vanuit de biologie, is daar misschien nodig. Nou, dan gaat jouw lijf aan, opwinding, volle pond. Ja, maar en dan, heel even theoretisch, dit is theoretisch, maar heel even concreet bedoel ik. Hoe doen we dat dan? Want je hebt geen zin meer in seks. Want het is een langdradig verhaal. Het duurt allemaal lang. Het moet altijd. Dat is ook zoiets. Waarom moet het altijd zo lang duren? Ja, maar dan denkt een vrouw al heel snel. Ja, maar ik moet ook nog de was doen. En ik moet nog de paardenpoef scheppen. En ik moet nog, weet ik veel, koken. En nog naar kantoor. Als het gewoon een keer 5 minuten kan. Nou, 5 minuten hoeft ook weer niet. Maar 10 minuten. Ja. Dan is het veel makkelijker volgens mij voor de vrouw. Als ik ook met mijn vriendinnen praat, hoor ik dit vooral terug. Oh ja, dat, dan, dat het, ja, dat het altijd zo'n heel pakket moet zijn. Okay. Weet je wel? Met alle toeters en bedden. Ja. Dus waarom is dat verschil bij mannen en vrouwen dat het bij mannen altijd wat langer moet duren? Ja, nou ja, dat is een goeie. Dat weet ik eigenlijk ook niet. Daar heb ik eigenlijk ook geen antwoord op. En dat is eigenlijk omdat ik ook in mijn praktijk heel veel hoor dat het ook heel anders is. Oh, dat ze heel snel klaarkomen? Ja. Oh ja? Dus daarom... Oh, ja, ik is gewoon verschillend. Het hoeft voor mij ook allemaal niet zo heel lang te duren. Maar dan is het heel belangrijk dat je dat dus eigenlijk gewoon op tafel gooit bij elkaar. Ja. Dus als je zegt, schat, ik vind het hartstikke leuk, maar mag het af en toe wat korter? En dan zal hij best zeggen, nou, oké, wat doen we eraan? En dan kijk je dat je iets wegschrapt of dat je iets sneller doet of dat je iets extra met stimulatie werkt. En op die manier kan je heel veel aanpassen. Maar het heeft echt te maken met het op tafel gooien, niet bang zijn elkaar te kwetsen. Nee, het gesprek toch wel aan te gaan en er niet een te groot ding van te maken. Nee, en ik denk, wat jij zei ook van hoe hou je het leuk. Ik denk als wij als vrouwen gewoon ook die masturbatie een beetje goed op de kaart zetten. In de zin van, in onze agenda bedoel ik eigenlijk. Dat we dat wat vaker doen. Want ik hoor heel veel vrouwen die dat toch eigenlijk heel weinig doen. Ik doe dat nooit. Echt? Nooit. Ik heb een half jaar geen seks gehad en ook een half jaar geen orgasmes. Want ik had een orgasme sabbatical, geen seks sabbatical. Jeetje, arme vrouw. Nee, ik vond het heel erg vernieuwend eigenlijk. Ja, omdat, zeg maar, kijk, als ik naar mijn patroon kijk, dan ontstonden mijn relaties dus vanuit seks. Mm-hmm. En het was helemaal geen relatiemateriaal. Mm-hmm. Nou, toen heb ik het een keer anders gedaan, dat ging dan ook niet helemaal goed. Ik dacht, nu ik ga eens aan mezelf werken. Mm-hmm. Een jaar wilde ik de tijd daarvoor nemen. Mm-hmm. Om mijn patronen te ontdekken. En te kijken van waarom ik nou iedere keer in datzelfde patroon verval. Mm-hmm. Dus vanuit seks opeens denken dat het liefde is. Want die twee dingen, die verwar ik kennelijk met elkaar. En ik denk dat dat komt omdat als wij vrouwen met een man naar bed gaan, dat we toch een soort van verbintenis voelen die er eigenlijk niet helemaal is. Mm-hmm. En die man ook misschien niet eens zo voelt als wij. Ja. Maar omdat we toch, die man komt ook in ons. Hè? Ja. Wij vrouwen voelen dat wel meer dan een man. Ja, een man kan het veel meer scheiden. En daarnaast heb ik ook wel last van het prinsessensyndroom. Dus ik maak veel vaker er iets van wat er niet is. Oh ja. Dus ik vul allerlei dingen in die helemaal niet realistisch zijn. Maar die maak ik er dan van. Dus ik dacht, als ik nu eens echt alleen blijf, dus ook niet aandacht vraag aan anderen. Of seks heb met anderen. Maar ook niet met jezelf. Hè? Nee, omdat dan blijft die waakvlam aan. Ja. Want dat is wat jij net zegt. Ik wil dat vrouwen wat meer gaan masturberen. Want dan houden ze meer zin in seks. Ja. En als je dat dus niet doet, maar ik doe het sowieso niet. Ik ben sowieso niet iemand die je ervan houdt. Nee. Maar als je het dus niet doet, dan vervalt het hele behoefte aan seks. Ja. Ja. Ik stond hier op een gegeven moment in de weiland met mijn paarden te knuffelen. En dacht ik, dat is wat ik ook in de intro zei. Nu snap ik wat mijn moeder bedoelde met die waakvlam die gewoon uitgaat. Het is echt uit. Is die gaat gewoon uit. Ja. Ja. Het was dus niet de behoefte aan seks, maar het was meer de behoefte aan aandacht. Oh ja. Waardoor ik dacht, weer de app Raya. Ja, Raya heet die. Ja. Downloaden. Oh nee, eraf. Ik zou een half jaar zonder. Of een jaar zonder. Een jaar zonder. Het is uiteindelijk een half jaar geworden. Ja. Ik heb het geen jaar volgehouden. Maar op een gegeven moment had mijn lichaam ook wel zoiets van, oké, fijn. Je overdrijft het nu. Ja. En toen kreeg ik een natte droom. Ah, kijk. Ja. En normaal gesproken, dat heb ik nooit, hè, natte dromen. Maar ik dacht echt, wow, wat is dit? Maar dus ik werd zo wakker ermee. Maar het was met een vrouw. Ja. Die had ik waarschijnlijk net voor het slapen gaan op Instagram gezien of zo. Ja, dat kan. Maar ik voelde wel helemaal een soort van verliefde gevoelens ervoor. Ja. En normaal gesproken, nou, nu was het dan van een vrouw, maar kan me voorstellen als het een man was geweest, dat ik daar meteen meer van had gemaakt. Ja. Dat ik had gedacht, dit is een signaal uit het universum. Hier moet ik wat mee, die moet ik een DM sturen. Zo zat ik echt soort van voor mijn half jaar in elkaar. Ja, weet je wel? En dan ging ik meteen weer vol ervoor, omdat ik erover had gedroomd, bij wijze van spreken. Ja. En nu kon ik meer
waarnemen en denken, oké, wat gebeurt er nou met me? Dit is gewoon je lichaam, denk ik, die dat nodig heeft. Ja, en mijn seksdroom is eigenlijk echt een teken dat jij overdag bezig bent geweest met een bepaald persoon. Dat één, maar vooral bezig met seks in je hoofd. En op dat moment heeft jouw brein waarschijnlijk ergens die link gemaakt. En dat is nergens op gebaseerd, maar weet ook niet precies hoe dat werkt. En dan heb je ook bepaalde emoties ervaren daarover. Dus misschien wel angst, misschien wel onzekerheid. En dan komt daar een seksdroom uit. Dat is heel interessant. Alleen weet de wetenschap ook nog niet heel goed hoe dat zit. Maar dat overkomt heel veel mensen. Maar dat kunnen dus ook vrouwen of vooral mannen krijgen dat, toch? Ja, allebei. Dat hebben we allemaal. Dus dat is gewoon verwerking van het brein. Maar daar wordt heel vaak worden daar allerlei uitleggen over gegeven. Zo van, zal wat dat betekenen. Maar eigenlijk kan je daar niet heel veel over zeggen. Behalve dat, als het een ex is, dat blijkbaar nog wel diegene in je hoofd rondspookt. En dat je daaromtrent nog wel emoties ervaart. Maar dat is het enige wat je daar eigenlijk echt uit kan halen. Maar het is wel interessant, want het zegt wel dat jij ermee bezig was en dat je er bepaalde emotie over had. Oh ja, maar ik was er dan onbewust mee bezig. Want dat bewust kan. Was die waakvlam echt soort van verdwenen. Ja. En dan op een gegeven moment, denk ik op 6 maanden of zo zat ik toen net. Toen ben ik een keer op stap gegaan en toen heb ik gezoend met iemand. En toen merkte ik dus dat ik precies hetzelfde deed met zoenen. Want ik dacht, zoenen, dat kan geen kwaad. Ja. Of dat dacht ik eigenlijk niet op dat moment. Ik deed het gewoon. Maar achteraf was ik ook weer helemaal verliefd. Ja. Maar ik deed nu niks. Ik waarnam. En ik dacht, ik had er weer heel verhaal met. Ik had die bruidsjurk alweer aan vastgemaakt. Tot helemaal niet mijn type was. Dus... Nee, maar jij werd beloond in het lekkere gevoel. En daarmee ging datzelfde vakje eigenlijk gewoon weer open, denk ik. En daardoor stond jij weer aan. Maar masturberen in basis, hè? Want ik snap dat je daar even mee bent gestopt en dat je een soort reset bent aangegaan. En dat is natuurlijk heel, heel mooi. En dat kan iedereen doen en dat is oké. Alleen het hoeft niet. In die zin zeg ik altijd van, masturberen is wel echt heel gezond. Dus je mag dat ook best loszien van partnerseks, om het zo maar te zeggen. Ik vind er echt geen kut aan, zeg maar. Nee? Nee, ik heb er echt helemaal niks mee. Maar dan mis jij een bepaalde. Maar ik heb ook geen attributes, hè, zo. Dus misschien moet ik dat gaan inslaan. Nou ja, of gebruik je dan wel eens een fantasie? Want dat is wat veel mensen ook verleerd zijn, om te fantaseren. Dat doe ik ook niet. Dat is waarom het voor mensen leuk is, omdat die een fantasie in hun hoofd pakken. Het mag de buurman zijn, mag iedereen zijn. Hè, het zegt niks over jou, maar het prikkelt soms wel. En juist die prikkeling en het feit van dat je weet heel goed wat je lijf doet en hoe dat voelt en waar je wensen en grenzen zijn, dat is heel waardevol. En ik zou dus eigenlijk de mensen die luisteren, die denken van mijn seksleven ligt op zijn gat. Die zouden eigenlijk een soort van fantasieverhaaltje moeten gaan schrijven. Nou, bijvoorbeeld. Of inderdaad in hun hoofd toch wel iets verzinnen van een mooi verhaaltje wat ze wel prikkelt. En door dan te gaan masturberen, zet je inderdaad dat waakvlammetje aan. En dat wens ik voor mensen zo erg. Omdat je daarmee ook makkelijker tot die zin komt. Dus ook mensen die lang in een relatie zitten, als jij stopt met masturberen en jouw partner klopt bij jou aan van, hey schat, dan is die zin heel moeilijk te vinden. Want dan moet jij van nul vuur gaan maken. Ja. En anders, dan heb jij een waakvlammetje aanstaan en dan schroef je even dat vlammetje omhoog. Dus daar... Maar is het niet ook gewoon de natuur dat we minder zin hebben op een gegeven moment in seks? Ja, maar dat is puur omdat we één, heel veel met ons hoofd bezig zijn. Dus dan is daar geen ruimte voor. En het tweede stuk is ook, omdat iemand dus zo bekend is en morgen en overmorgen is die daar ook weer, gaan dus al die dingen, andere dingen ook voor. Dus de onzekerheid, het onzekere factor is er op dat moment niet. En dat maakt juist wat seks echt passievol maakt, als er een onzekere factor in zit. Dat je diegene kan verliezen, dat het nog niet 100% dat die niet van jou is, zeg maar. Dus eigenlijk, als je het gesprek aangaat, wat je heel erg vaak ziet, is dat mannen dan gaan klagen dat hun vrouw niet wil. Dan roepen ze zo zo'n snauw eigenlijk. Of andersom, want die hoor ik ook veel. Hoor je die ook veel? Echt. Maar dan gaan ze niet echt het gesprek aan. Nee. Maar dan vindt een van de twee dan wel het redelijk dat ze vreemd kunnen gaan, bijvoorbeeld. Ja. Want jij wil toch niet. Ja. In plaats van het gesprek aan te gaan. En ik denk dan wel, als je zou zeggen bijvoorbeeld wat de consequenties zouden zijn, als je niet aan iemands behoefte kan voldoen. Bijvoorbeeld. Dus dan, oké, maar wat zijn dan de consequenties? Want ik heb die behoefte wel. Dus weet je, mag ik dan wat anders erbij? Ja. Dat zo'n vrouw dan op zich best wel haar best zou gaan doen, denk ik. Dat denk ik ook. Want dan denkt ze, huh? Ja, behalve dat het dan druk komt. En als wij iets niet gaan doen, dan is het als we druk voelen. Oh. Dat is gewoon onze natuur als mens. Als wij druk ervaren, dan gaan we heel hard wegrennen van
van de situatie. Want dan willen we het uit de weg gaan. Dus op het moment dat zo'n man zegt van, nou ja, schat, anders ga ik vreemd, dus zorg maar dat je zin maakt, dan wordt het alleen maar voor haar veel moeilijker. Dus het is eigenlijk heel belangrijk dat je dat dan niet persoonlijk opvat. Van, hé, zij heeft geen zin, komt dat door mij, oh, anders ga ik vreemd. Nee, dan is er dus iets bij haar wat er blokkeert. Wat is dat dan bij haar? Is dat dan, ja, als een man bijvoorbeeld aangeeft, schat, ik wil 6 keer per week en we doen maar 1 keer, dan kan dat het al zijn. Dat zij op slot schiet, dat ze denkt, shit, maar ik heb nog zoveel te doen en dan moet ik hem ook nog 5 keer deze week plezieren. En dan gaat iemand op slot en dan gaat iemand in het hoofd en dan komt die zin niet. Of ze hebben seks tegen, nou, niet tegen de zin in, maar voor de man of voor de ander. En als je seks hebt voor een ander, dan onderga je dus die seks. En dan ben je dus ook niet, dan ben je in je hoofd gewoon met de was bezig. Ja, bijvoorbeeld. Maar je wordt dus ook niet beloond in je brein. Want je beloningssysteem moet altijd even afgevinkt worden. Ja, maar hoe doe je dat dan anders? Door heel bewust te voelen en door eigenlijk altijd het eigen genot voorop te zetten. Dus je moet egoïstisch zijn in bed. Dat moet. Oh. Dus okay. Als jij weet, dat plekje is lekker en daar ga ik van aan, dan moet je dat zeggen. En dan moet je dus durven te vertellen van, als je dit doet bij mij, dan ga ik aan. En daar word ik heel erg opgewonden van. En als je dat maar kan doen, dan, oké, dus we komen weer terug bij het gesprek eigenlijk. Ja. Dus eigenlijk die vriendin die zei van, het duurt allemaal te lang, die moet gewoon eigenlijk het gesprek aangaan. Allereerst, ja. En dan is het kijken, wat kan je veranderen? Kunnen we inderdaad niet in ons kop gaan zitten, genieten, voelen? En dan doe je al heel veel goed. En als je daar samen niet uitkomt, omdat je dus in 2 patronen zit die niet samenvallen, ga dan naar een seksoloog. Mensen vinden dat altijd een hele moeilijke stap. Ja, dan komen we bij jou en dan? Ja. Maar het is toch ook soms gewoon een verschil in libido. Een man heeft toch een veel hoger libido als een vrouw? Nee, dat is ook niet waar. Nee? Ik zie genoeg, is het een fabeltje? Ja, ik zie genoeg koppels waar het anders bij is. Ja, maar vertellen die dan eerlijk de waarheid? Of gaat die man dan niet ook nog naar de hoeren? Nee, want als ze bij mij zitten, dan geef ik ook altijd aan, jullie moeten hier heel, heel eerlijk zijn, anders dan komen we er niet uit. En dan zegt zo'n man, en dat is vaak waar het om gaat, van, ik heb zoveel aan mijn kop, ik heb zoveel stress, ik moet een bedrijf runnen, ik moet dit, ik moet dat. Dus ik heb daar geen ruimte voor. Voor seks niet? Ja. Mannen die daar geen ruimte voor hebben? Echt genoeg. Dat is echt nieuw, eigenlijk. Maar weet je wat het is? Het heeft ook te maken met hoe jij, en dat gaan we weer heel ver terug, maar ook met hoe jij opgroeit. Als jij leert, bijvoorbeeld doordat je ouders scheiden, doordat, nou ja, noem maar op wat voor heftige dingen je kan meemaken in je jeugd, dan kan je leren om in je kop te gaan zitten. Hè? Om iemand te zijn die moet analyseren, die de controle erop moet houden. Want er kan wel eens iets misgaan in je leven. Hè, dan groei je minder onbezorgd op. Op dat moment ben jij iemand die seks misschien, hè, als je dat blijft doen, die seks misschien aanleert vanuit dat hoofd. Dus zo leert iemand eigenlijk niet goed naar het gevoel te gaan. En dan kom je dus ook nooit in een diepere opwinding. Ja, maar als je dat dan al jaren doet, hoe kan je dat dan doorbreken? Ja, doorbreken, nou, ja. Ja, door echt te gaan inzien allereerst van, hé, ik ben een perfectionist, een analyticus. Ik wil alles goed doen en ik wil de controle erop houden. Nou, als je iets niet moet doen in bed, is de controle erop houden. Dus dan ga ik dat, nou ja, als seksoloog in principe bij jou een nieuw patroon aanleren. Maar dat komt dus eigenlijk ook omdat je psycholoog bent en dus dieper gaat kijken. Ja, je gaat dan dieper kijken. En dat is dus wat je oorzaak zelf ligt vaak heel veel eerder. Ja, vaak wel. En soms is het ook, hè, in vorige relaties, wat ik eerder noemde, hè? Maar soms kan het ook in een persoonlijkheid zitten. Iets wat je aangeleerd hebt vanuit je ouders. De kijk op seks, weet je, heb jij geleerd dat seks altijd taboe is vroeger? Dan kan je het wat weggeduwd hebben. En dan doe je ook maar wat je denkt dat goed is. En dan ga je niet eigenlijk bij jezelf voelen. Van, wat vind ik nou lekker? Maar denk je, oh, ik doe gewoon wat er van me verwacht wordt. Dat zijn allemaal hele andere belevingen van seks. En die komen in je systeem. En uiteindelijk in een patroon. En daarom is het eigenlijk altijd heel goed om te kijken van, ook op seksueel vlak, wat is mijn patroon? Je kan patronen hebben in gedrag, in van allerlei dingen, maar ook heb je een sekspatroon. Ja, dat toen jij dat zo net zei, weet je wel, van hij deze riedeltje of zo'n trucje, toen dacht ik, ja, ik heb eigenlijk alleen maar naar hem zitten wijzen. Want als ik heel eerlijk ben, doe ik dat denk ik ook. Ja, jij hebt misschien ook wel, ja, je hebt zeker ook een patroon. Ja. En waar heb je die dan vandaan? En hebben je exen daar allemaal een duit in het zakje gedaan? Heb je misschien heel veel porno gekeken, waardoor een bepaald beeld is blijven hangen? Nee, die vraag stel ik je niet. Maar zo, dat mag best hoor. Zo kan dat ook zijn, hè? Ja. En dat is wat ik, dat is misschien ook wel interessant om nog te vertellen is. En misschien herken je dat in je vorige partners. Dat in de afgelopen jaren, en dan zeker ook door corona, zijn mannen, vooral mannen, dat kan ik wel zeggen, vrouwen natuurlijk ook, maar vooral mannen, zijn heel veel meer porno gaan kijken. En wat er gebeurt in het brein met porno, dat is heel heftig. Want
Tuurlijk weten we allemaal dat het een ander beeld is dan realiteit. Nou, ja, ik snap wel dat de jeugd dat niet meer zo goed weet. Nee, want ik merk dat de jongeren daar dus ook naar kijken. Ja. En ja, die krijgen wel echt een vertekend beeld van de realiteit. Sowieso, ja. Dat ten eerste, zeker. Ja. Maar dat is wel bekend, zeg maar. Niet onder de jongeren, maar dat weten wij, zeg maar, wel een beetje. Maar wat je veel ziet, is dat wat mensen niet weten... is dat op het moment dat jij veelvuldig porno kijkt... dus dagelijks of meer dan dat... dan krijgt jouw brein een hele grote shot dopamine. Hè, dat gelukshormoon waar ik eerder over vertelde. En als je dat iedere keer krijgt, want porno is uniek daarin. Dat is eigenlijk een soort snoepwinkel, daar kan je alles krijgen. En het is allemaal zo, weet je, je kan alles kiezen, zoveel tabs open, het is er. En je hebt het op je netvlies. Op het moment dat jij daaraan gewend raakt, je doet dat dagelijks of meer dan dat. En je hebt dan seks met je partner, dan is wat porno is die snoepwinkel. Jouw partner is de dropjeswinkel, daar heb je alleen drop. En dat, ja, en dat klinkt heel lullig, dat bedoel ik niet naar de persoon. Maar dat is bekend, dat is niet, daar kan je niet alle standjes van vragen, alle dingen van vragen. Dus dat is voor jouw brein, komt die dopamine nooit zo hoog. En als je dan die porno-dopamine gewend bent, dan denkt jouw brein eigenlijk bij jouw partner, web, web, web. En wat krijg je dan? Dan krijg je iemand die dus eigenlijk onverzadigbaar is, want die is op dat moment niet tevreden in zijn brein. Dus die denkt, is het dit? En dan kan het erectieprobleem om de hoek komen kijken. Maar ook gewoon het gevoel van, oh ja, zij wint mij niet meer op, of ik vind haar niet meer spannend. Want ik voel het niet. En dan gaan, wat je dan veel ziet, is dat mensen dus buiten de deur gaan zoeken. Want dan willen ze die bevestiging van, hè, ben ik nog wel goed genoeg? Of ja, kan ik nog wel een erectie krijgen? Ja, of krijg ik die opwinding dan blijkbaar wel bij iemand anders? Ja, maar dan wordt het wel steeds extremer. En dan op een gegeven moment heb je er een SM-mistress naast. Ja, maar dat is wel hoe het gebeurt. En dat zie ik nu heel veel. En ja, dat sijpelt ook door in al die nare verhalen van wat je nu allemaal in de media hoort. Dat is ook, ja, eigenlijk worden er gewoon monsters door gecreëerd. Want door die dopamine die je zo hoog gewend bent, is niks meer boeiend. Nee, dus als er mannen nu luisteren en die willen hun seksleven weer gezond hebben. Ja, dan moeten ze stoppen met porno kijken. Eigenlijk. Nou ja, even wel. Dus als je even stopt met porno, dus dan heb ik het over 3 tot 6 maanden, afhankelijk van hoe stevig het is. Ja, maar waarom zou je er dan weer aan beginnen? Dan begint het weer opnieuw. Ja, nee, dat is ook. Alleen mensen, als je mensen iets verbiedt, dan vinden ze dat aan relaxed. Dus daarin zeg ik altijd, 3 tot 6 maanden, dan neutraliseer je de dopamine level. En vanaf dan is het oké om weer porno te kijken, maar doe het dan met mate. Want het is echt voor je brein net zo heftig als alcohol en drugs. En er is recent een onderzoek geweest dat veel porno kijken, in combinatie met masturbatie, net zo slecht is als veel cocaïne gebruik. Echt? En dat je brein er letterlijk van krimpt. Dat is omdat we gewoon die hoge dopamine gehaltes in ons brein niet aankunnen. En mensen weten dat niet goed genoeg. En dat is ook natuurlijk omdat de porno-industrie een biljarden-industrie is, of wat is het? Ja. En dat maakt dat we er, ja, dat het denk ik ook gewoon niet genoeg bekend is bij mensen. Maar ja, echt porno met mate. Ondanks dat ik porno hartstikke leuk vind en echt mensen dat wel adviseer van het boost je opwinding. En, als je het samen gaat kijken of zo. Ja, maar doe het inderdaad met mate. En zeker die coronatijd is het voor mensen voor stress, relief en dus eigenlijk is porno ook de schuld van dat mannen allemaal vreemd gaan? Als je het even... Nou ja, dat is misschien kort door de bocht. Maar het kan wel zo zijn. Ik zie het wel heel veel in mijn praktijk. Ja. En zie je dan in jouw praktijk dat mannen meer vreemd gaan als vrouwen? Of is dat een fabeltje? Ik denk dat dat een fabeltje is, ja. Want ik denk op het moment dat jij... mensen gaan vaak vreemd omdat ze toch iets van zichzelf missen. En niet zozeer dat ze iets met de seks niet goed is. Dat is niet doorgaan, zeg maar. Nee, want ik was toevallig laatst op een baby shower, een heel ander verhaal. Toen zat ik naast een nymphomaan. Ja, echt heel grappig. Maar sinds ik over deze podcast vertel, krijg ik natuurlijk allemaal verhalen te horen. En toen bleek dat zij 3 keer per dag wilde. En haar vriend ging dus ook vreemd. Oh ja. Ja. Maar al haar mannen liepen ook bij haar weg, omdat ze het niet aankonden, zei ze. Ja. En nu had ze dan eentje die het wel aankon. Oh ja. Okay. 3 keer per dag. Hey. Maar die mannen gingen dus ook vreemd. Dus ja, dat heeft dus eigenlijk niet altijd wat met seks te maken. Nee, helemaal niet. Eigenlijk ben je een stukje van jezelf kwijt. En dat zoek je dan door vreemd te gaan. Dus misschien wel een aandacht, een bevestiging, gewoon warmte eigenlijk. Een connectie leggen met iemand. Maar is dat niet waarom vrouwen vreemd gaan? Nee, mannen ook. Echt? Ja, mannen ook. Kijk, tuurlijk, als ze echt niks krijgen thuis, helemaal geen seks, dan kan ik me voorstellen dat je om de seksreden vreemd gaat. Mm-hmm. Maar eigenlijk merendeel van de gevallen is het toch dat je iets van jezelf mist. Nou ja, of dit pornoverhaal dus. Dat je voelt van,
Het is te weinig voor me en mijn partner die wint mij niet meer op. En op dat moment weten ze dat niet, dat het de porno is. Maar denken ze gewoon, oh, onze relatie gaat niet goed. Nee, nou, ik hoop dat er zo heel wat luisteraars wakker geschud worden dan. Nou echt wel hoor. Een oplossing zijn. Maar duurt het dan echt 3 tot 6 maanden voordat die dopamine levels zijn gezakt? Ja, en dan dus kan je wel even geduld hebben. Ja, maar je kan dus wel masturberen, maar gewoon niet met porno. En dan zie je dat mensen zeggen, ja, maar ik kan geen fantasie meer oproepen. Nee, omdat je alleen maar gewend bent om alles gevoed te krijgen vanuit die visuele bron. Ja. En alles wat scherm is, moet je dan wegzetten. Dus ook niet Instagram erotische plaatjes, want dat is hetzelfde verhaal. Oh ja. Dat prikkelt hetzelfde op jouw brein. Dus dat is wel echt, echt belangrijk. En dan ga je zien dat, weet je, dopamine is je gelukshormoon. Dus op het moment, hè, even als voorbeeld, als de zon opkomt, dan kan je dat als geluksmomentje ervaren. Maar als jij zo gewend bent aan die dopamine shot van die porno, dan vind je dat ook niet meer boeiend. Nee, dus wordt eigenlijk je hele leven een beetje meer depressief. Ja, dus depressie en angsten liggen op de loer. Dus het is voor je mentale gezondheid ook gewoon heel belangrijk. Dus daarom, hè, alcohol en drugs hebben invloed op je gezondheid. En dit heeft invloed op je mentale gezondheid. Maar die mag er net zozeer zijn. Oké. Okay. Nou ja, de meest gestelde vraag was dus hoe je je seksleven weer op peil krijgt. Dus eigenlijk mannen minder porno kijken, vrouwen meer masturberen. Ik zou niet weten wanneer die vrouwen dat dan moeten doen met een druk leven. Waar moet je dat dan doen? Moet je dat in de badkamer doen? Of... Ja, maak er echt even een momentje van. Het hoeft maar 5 minuten te zijn. En tegenwoordig heb je leuke womanizer, satisfier, al dat soort tafereel. Oké. En het gewoon het gesprek eigenlijk aangaan. Daar komt het op neer. En er niet een heel zwaar ding meer van maken. Nee, inderdaad. Nou ja, en prioriseer het maar ook. Ik denk ook wel dat mensen soms schaamd hebben. Dus dat ze niet durven vertellen wat ze echt lekker vinden. Omdat ze zich er misschien voor schamen. Ja. Klopt het dat de G-spot bij de mannen in de anus zit? Nou ja, in principe niet. Tenminste, het is niet bewezen, maar het geeft wel een lekker gevoel. Dus kijk, je kan G-spot wordt al heel gauw aan iets geplakt van dat is dan het lekkere plekje. Maar in principe zoiets als een G-spot bij de man is niet wetenschappelijk bewezen, maar het is wel dat voor heel veel mannen dat een lekker gevoel geeft. En dat kan inderdaad op allerlei manieren bereikt worden. Maar hoe kom je hier ineens bij? Nou ja, ik kom daarbij omdat ik dacht van, ik heb een vriendin weer en die heeft een hoerenstraat in Haarlem. Okay. Dus zij verzorgt de bitterballen, zeg maar, of zij werkt daar. Oh zo. Voor die meiden. Dus zij praat veel met die meiden, zeg maar. Mm-hmm. En dan ben ik altijd natuurlijk heel nieuwsgierig wat er dan allemaal gebeurt in zo'n straatje. Ja. En toen vertelde ze mij dat zij, ze zei, ik snap er helemaal niks van. Komen hier mannen met een dildo en die willen dan in hun kont genomen worden. Maar door een vrouw. Maar die zijn toch gewoon homo? En toen dacht ik, nou, ik denk niet dat die homo zijn. Nee. Ik denk dat die wel gewoon van vrouwen houden. Mm-hmm. Maar het niet thuis durven aan te kloppen van... kan je mij van achter even nemen met een voorbeeld, lul? Zeker. Dus die gaan naar de hoeren. Lekker makkelijk hoeft ze die schaamte niet aan te gaan. Dat denk ik zeker, ja. En vandaar dacht ik, waarom is dat dan dat mannen dat zo lekker vinden? Zit die G-spot dan misschien... daar. Oh zo. Nee, ja, ik denk dat dat inderdaad voor veel mannen toch gewoon een fijn en gevoelig plekje is. Maar het is niet per se een G-spot. Maar het is wel iets wat voor mannen natuurlijk toch een beetje een taboe is. Ja, maar ook omdat ze misschien onderdanig ervan worden. Onderdanig. De link naar homoseksualiteit. En dat is genoeg reden waarom ze het dan een soort van... nou, laat maar zitten. Dus of ze gaan het niet verkennen, of ze durven het niet te verkennen... of ze weten wel dat het lekker is, maar durven het inderdaad niet aan te geven... bang om dat er iets afgewezen van gevonden wordt. Ja. En dus ik snap dat het gebeurt, maar wel interessant om dit te horen. Ja. Ja, dat ze dat doen in die straat. Ja, ik vond het ook heel bijzonder. Maar uiteindelijk dacht ik dus dat daar de G-spot zat. Dus ik zei, ik denk dat ik het weet. Het is omdat daar de G-spot zit. En ik snap ook wel dat je dat soort dingen niet op tafel durft te gooien. Als ik dan al hoor dat mijn vriendinnen niet eens met hun man bespreken... dat ze 1,5 uur te lang vinden. Weet je wel? Dus dan zijn we best wel ver van waar we naartoe moeten met elkaar... om dingen te bespreken. Ja. Ja, en het is toch eigenlijk gewoon... Kijk, jij geeft toch ook aan hoe je koffie wil drinken... met of zonder suiker. Waarom zou je dan niet aangeven hoe je seks wil hebben? Het gaat erom dat jij die koffie lekker vindt. En je wil elkaar ook een lekkere koffie geven. Dus waarom zou je dan niet aan de seks zeggen van... joh, ik vind het zo het lekkerst. Dan ben ik het meest blij en dan drink ik die koffie het lekkerst. Ja, maar als je dus al 20 jaar met elkaar bent... dan moet je het dus wel spannend houden door...
ook echt de tijd voor elkaar te maken en ook weer egoïstisch te zijn. Ja, toch? Ja, zeker. En ik denk ook op het moment dat je bijvoorbeeld kindjes krijgt of er is een levensveranderend iets of je hebt een burn-out, dan is er soms ook even minder ruimte. En dan moet je dat elkaar ook gunnen, omdat je dan letterlijk leest, oké, die persoon die heeft nu zoveel aan zijn kop, het is even niet anders, daar is even geen ruimte voor. Dus laten we dan, en dan verzin dan iets, weet je, ga dan met elkaar knuffelen heel lang of tongzoenen heel lang, maar bedenk dan even iets dat je nog wel die connectie legt, maar dat je ook begrijpt dat er even geen ruimte voor is en dat je elkaar dan niet meteen afschrijft. Want life happens. En dat is niet altijd even makkelijk. En ja, het is zonde om elkaar dan te verliezen. Dus ik denk echt wel moeite doen om elkaar ook te begrijpen. En elkaar aan te voelen, daar zit ook heel veel in. Ja, als je dan naar mijn situatie kijkt, waarin ik dus, ik heb 6 relaties gehad in de afgelopen 10 jaar. Mm-hmm. En ze duurden nooit langer dan 1,5 jaar. Mm-hmm. Ze startten dus eigenlijk altijd met seks. Mm-hmm. Ik heb dus sinds 4 maanden ben ik aan het daten weer met iemand. Ja, fijn. En heb ik ook 6 weken geen seks gehad. Want ik dacht, dat is lang. Ja, dat is wel goed. Ja, ik dacht, ja. Ik ga niet. Ik wilde ook wel eerst een emotionele band opbouwen. Ja, super. En het was niet slecht. Mm-hmm. Top. maar ik ben dan wel heel voorzichtig nu, want ik wil nou eens een keer dat het werkt. Ja. Dus dat het wel goed gaat en dat je ook bijvoorbeeld, ja, niet na 8 maanden weer op elkaar bent uitgekeken. Ja. Maar dan zijn dus eigenlijk gewoon de tips. Praten. Ja. Ja, en niet overpraten. Hè? Want ik bedoel, het is fijn om te horen, wat vind jij lekker, wat vind ik lekker, en doe daar wat mee. Maar je hoeft het allemaal niet te overanalyseren. Dus daar hoeven geen oeverloze gesprekken over aan te gaan. Maar gewoon aangeven, dit vind ik leuk en hier ga ik op aan. En ik begrijp het van elkaar. En wat hoor je nou het meest in de praktijk? Dat ben ik wel heel nieuwsgierig. Überhaupt? Ja, wat is nou de meest gestelde vraag? Ja, het probleem. Ja, eigenlijk wat je nu al schetst. Ja. En gewoon, ik heb geen zin meer. En dat is gewoon echt, ja, wat ik net al aangaf. Mensen hebben soms geen ruimte, maar maken ook geen ruimte. Maar ik dacht dus echt dat de vrouwen dus geen zin meer hadden. En voor mij was geen zin meer echt van 7 dagen in de week naar 2 dagen in de week. Ik wist niet dat het bestond dat je 6 weken geen seks had. Ja, jawel. Maar ik dacht, dat vond ik dat ook wel jammer als ik dat dan kreeg. Omdat het altijd zo onstuimig altijd begint. En, en ik heb ook wel gekeken naar libido-verhogende middelen. Oh, ja. Dat bestaat niet, hè? Nee, het is, er zijn wel allerlei dingen op de markt gekomen. En dan op een gegeven moment is dan iedere keer wel weer bewezen dat het te veel bijwerking heeft. Maar dat zijn echt de heftige medicijnen. Ja. Maar hebben we niet een natuurlijk product of zo? Nee, volgens mij niet. En dan werkt het als een placebo, denk ik. Oh, ja. En dan is het gewoon van, je denkt dat het wat doet en dan doet het dat ook. Maar als dat voor je werkt, dan is het ook prima. Maar ik denk, als jij zorgt dat je lekker in je vel zit, dat je blij bent met jezelf. Ook een beetje vulva. Weet je, heel veel mensen zijn onzeker over hun vulva. Die schaamlippen, alles. Hoe ziet dat eruit? En vindt die ander dat wel mooi? Komt dat ook bij jou naar voren? Ja, mensen daar onzeker over zijn. En dat is dan weer de link naar, op het moment dat jij er onzeker over bent, dan ga je dus weer in je kop zitten. Vindt die me wel mooi? Dan ben je niet bezig met je opwinding. En op het moment dat jij af en toe eens een keer bij jezelf hebt bekeken van, oké, zo ziet het eruit. Oké, weet je, zoveel gezichten, zoveel vulva's. Piemels zijn ook niet mooi, zeg ik dan altijd maar. Maar ze hebben, het heeft zo zijn functie, de vulva. En die functie is veel mooier dan we denken. En laten we dat alsjeblieft omarmen. Want weet je, als we opgewonden raken, dan worden die schaamlippen doorbloed. En dan is dat een stootkussentje. Dus ga ze niet wegsnijden. Er zit ook zoveel gevoel in. Wegsnijden, oh ja, dus er zijn wel mensen die daar dan over nadenken. Ja. Om ze weg te snijden. Maar is dat dan omdat ze zichzelf niet mooi vinden? Of is het dan omdat mannen ook kritiek leveren erop? Ja. Ik denk vooral dat. En omdat ze iets zien in de porno films. Ja. En dan zien ze een wat zeg je dat? Maar wat is jouw tip aan hun, aan die vrouwen dan? Nou ja, er zijn dus, dat klinkt even heel simpel, maar zo simpel is het vaak. Er zijn boeken, dat heet het Poesboek, geloof ik. En ik kan het online ook opzoeken. Er zijn heel veel foto's van vulva's. Ga daar eens doorheen bladeren. En dan weet ik zeker dat je zegt, die van mij is nog best leuk. Yeah. En als je dat maar zo kan zien en je ziet de functie ervan en je ziet dat een piemel ook niet per se mooi is, en dat het belangrijk is dat op het moment dat jij vol in je opwinding zit, ben jij niet bezig. Of dan is die partner niet bezig met hoe en als hij dat wel is, dan is het niet jouw partner, dan denk is het ik. Niet jouw Want partner. Ik denk dat het vooral over hemzelf gaat. Juist. Of over haarzelf. Als zij iets aan heeft te merken over hem. Ja. Het gaat vaak over jezelf, toch? Als je iets zeker te vinden hebt. Dus
ik zou dan eerder denken, past deze partner wel bij mij? Ja. Want iemand moet je ook gewoon nemen zoals je bent, toch? Je bent altijd goed genoeg. Ja, vind ik ook. Maar dat is voor heel veel vrouwen heel moeilijk. Maar ik zou dat dan zeker bij jezelf bedenken van, nee, dit is de mijne. En zo ziet die eruit. Of ze. Ja, en ik denk dat vrouwen ook vaker, als ik dan voor de vrouw mag spreken, naar hunzelf kunnen kijken in plaats van ik heb geen zin en daar heb je hem weer van, waarom heb ik geen zin en wat zou ik daaraan kunnen doen om wel zin te creëren. Ja. En niet naar de andere wijze. Nee, precies. Ja. Dat denk ik wel dat dat belangrijk is. Ik was er best wel van geschrokken dat ik met die meiden weg was en dat ik die verhalen hoorde. Ja. Ik denk, wow, dat is toch ook niet hoe het moet zijn, zeg maar. Eigenlijk. Maar dan ben ik wel heel nieuwsgierig naar jou, want je bent natuurlijk seksuoloog. Hoe lang ben jij met je man? Nou ja, ik ben dus al heel lang samen, inderdaad. Volgens mij bijna 19 jaar. En we zijn 10 jaar getrouwd. En hoe ziet je seksleven eruit? Nou ja, in principe heel normaal. En dat is wat mensen denken. Die denken altijd, nou, die Evelien, die is seksoloog. Die hangt de hele dag in de lampen. Nee, dat is het niet. Maar wat is normaal? Nou, wat is normaal? Gewoon dat ik er blij van word. En niet met alle gekke fratsen. Je wordt niet in je gezicht gespuugd en Nee, dat hoeft voor mij allemaal niet. Maar ja, sommige mensen vinden dat misschien saai. Maar ik vind het gewoon heel fijn. En ik denk dat wij het op onze manier ook wel heel passievol en spicy houden. Maar we hebben gewoon een fijne balans. En ik denk dat dat lekker is. Kijk, en op het moment dat ik merk van, hey, er is even in mijn hoofd geen ruimte, dan maken we daar ook geen big deal van. En dan zeg ik van, oh sorry schat, hoe kan ik je dan even op een andere manier blij maken? Maar dan even niet die hele shebang, zeg maar. En ik denk dat, omdat ik gewoon weet hoe je het een beetje kan bijsturen, dat mijn voordeel is. Maar voor de rest ben ik maar gewoon heel normaal. En en ik denk dat dat ook misschien wel de kracht is, dat ik mensen laat zien van, weet je, het hoeft allemaal niet zo gek. Het gaat er gewoon om dat jij er blij van wordt en dat jij er happy mee bent. En ja. dan is het helemaal top. Dus dat zou ik zeggen. Onthoud dat. Nou ja, en besef dat het dus niet gek is als je issues hebt op seksueel vlak. Dat is denk ik voor iedereen belangrijk om te beseffen. Je bent niet alleen, want er zijn veel meer mensen. Nou ja, dat was gewoon. Ik heb een paar keer een oproep gedaan op Instagram. En dat was eigenlijk een soort van de enige vraag die binnenkwam. Mm-hmm. Ik heb voor de rest niet veel andere vragen binnen gehad. Nee, en veel mensen durven het ook niet. Die durven niet hun nek uit te steken en met hun vraag te komen, want ik krijg de gekste vragen. Oh, dat wel. Ja, en ik kijk ook nog heel vaak op dat ik denk, jeetje, oh, dit heb ik nog niet eerder gehoord. Maar mensen vinden het moeilijk om hier open en eerlijk over te zijn. En maar ook jammer dat je dan niet open en eerlijk kunt zijn in je relatie. Want wat voor relatie heb je dan? Ja. Nou ja, dat is dus dan goed om te beseffen. Ja, want dat heb ik wel tijdens mijn onderzoek, mijn zelfonderzoek, ben ik natuurlijk met heel veel mensen in gesprek gegaan. En wat mij opviel is dat de mensen waar ik naar keek van, wauw, die hebben echt lange relatie, zeg maar. Mm-hmm. Want ik vind mezelf dan een beetje zo'n kluns die iedere anderhalf jaar een ander heeft. Mm-hmm. Maar die lange relaties, die stelden eigenlijk niet zoveel voor. Want je kan dus niet met elkaar het een en ander bespreken. Mm-hmm. En ze gaan vreemd. Ja. Of zijn eigenlijk gewoon niet gelukkig, maar blijven voor de buitenkant. Of blijven voor de kinderen. Of, of dat het samen een huis is gekocht. Of dat soort redenen. En dan dacht ik wel op een gegeven moment zo van, oké, dus zo slecht heb ik het nog niet. Oké, ik heb misschien 6 relaties gehad nu gehad de afgelopen 10 jaar. Mm-hmm. Maar hier ben ik ook niet heel jaloers op. Nee. Ik zou wel gewoon een echte relatie willen waar je alles in bespreekt. Juist. En waar je verbonden de diepte bent. En dat je ook kwetsbaar durft te zijn. Juist. Ja, want je kan dan alleen maar dingen bijsturen als je echt kwetsbaar durft te zijn. En je echt durft aan te geven van, nou ja, ik vind het moeilijk, maar dit is wat ik wil. Of dit is. Je kan het ook op een briefje schrijven, toch? Als je het niet durft. Ja, als je het niet durft. Zeker. Maar ik denk ook dat het een kwestie is van oefenen. Als jij op een gegeven moment voelt van, oké, deze partner is voor mij een veilige haven. Het klinkt altijd tuttig, maar dat is gewoon heel belangrijk in binnen seks. Van, deze persoon veroordeelt mij niet, die gaat mij niet uitlachen. Dan durf je ook veel makkelijker open te zijn over seks. Dus ik denk dat dat ook een ontdekkingstocht is van, hoe kunnen we een veilige haven zijn voor elkaar? En dan ga je vanzelf op seksueel vlak je ook veel vrijer voelen. En dan loopt alles ook. Dus ik denk dat dat ook belangrijk is. Oké, dat is duidelijk. Een goed seksleven komt je niet aanwaaien. Dat is dan denk ik toch wel de conclusie van dit hele gesprek. Het is belangrijk om met elkaar te blijven praten over wat je wel en niet lekker vindt. En dat je je chaîne daarbij voorbij moet gaan. Wat ik ook erg interessant vond is dat je gewoon geen porno moet kijken als je nog wilt opgewonden worden van je partner. Ik denk dat daar heel veel mensen wel wat van kunnen leren. Die denken, waarom vind ik mijn partner nou niet meer zo interessant en lekker? Nou ja, je hebt het gehoord, 6 maanden geen porno. En voor de vrouw, vaker masturberen, zodat je die waakvlam lekker aanhoudt.
Na mijn gesprek met Evelien is me meer duidelijk geworden. De verbintenis die ik steeds opnieuw voelde na seks... waren het gevolg van het hechtingsstofje oxytocine. Het was gewoon een chemische reactie en helemaal geen liefde. Nou ja, dat jaar geen seks heeft me natuurlijk wel geholpen. Ik heb het alleen geen jaar volgehouden. Wel een half jaar, wat ook natuurlijk pittig lang is. Toen ging mijn lichaam protesteren met een natte droom. Ik ben wel benieuwd trouwens waarvan jullie denken wie dat is. Of wie jullie denken dat die droom overging. Ik heb wel één hint. Dat kunnen jullie misschien achterlaten in de comments. Het was een vrouw. Ja, daarom heb ik er ook niks mee gedaan. Want normaal gesproken zou ik zelfs denken met zo'n droom... oh, dat is hem. Oh, daar moet ik achteraan. Dit is een teken van het universum. Maar gelukkig kon ik mezelf beheersen. Had ik dit keer wel impulsen. Beheersing. Anyway, het was een mooie aflevering. Volgende week ga ik in gesprek met Judith. Zij is psycholoog en ik ga met haar in gesprek over het stukje hechting... en de invloed van hechting op je relatie. Dankjewel voor het luisteren naar mijn podcast. En ik heb een leuke aanbieding voor jou, namelijk mijn killer planner. En dat is niet zomaar een planner, het is een planner zonder data. En met heel veel mooie oefeningen, visualisatieoefeningen, meditatieoefeningen, bewustwordingsoefeningen, bewustwordingsvragen. Omdat die zonder datum is, kun je hem altijd weer erbij pakken als je hem een tijdje vergeten bent. En eigenlijk staan er al mijn tips in onderweg naar succes, maar ook onderweg naar meer balans, spiritualiteit, noem het maar op. Met persoonlijke quotes van mij en andere mensen waar ik enorm naar opkijk. En ik heb de planner nu in de aanbieding voor €12,95 op de mkbmshop.com.